Zit jij ook wel eens zo van, zal ik nou podcasten of video's maken? Of podcasten of video's maken? Wat is nou op dit moment het allerslimste om te doen voor je bedrijf? Ja, dat is begrijpelijk. Het is allebei leuk. Het werkt allebei voor je bedrijf. En wat moet je nou kiezen? In deze video vertel ik je wat voor jou nu de beste weg is om te bewandelen. En het is misschien niet wat je verwacht. Ik ben de videovakvrouw en ik help jou om de video's te maken die je toekomstige klant met plezier en tot het einde toe bekijkt. Video werkt voor je bedrijf. Als je daar meer over wilt weten en je wilt ook met video aan de slag, of je hebt al video's en ze zijn al niet goed genoeg, abonneer je dan even op dit kanaal, want ik geef je de tips die je echt helpen. Ze zeggen wel dat podcast de toekomst heeft. Niet zo moeilijk om te maken, want ja, alleen geluid. En heel veel mensen vinden het inspirerend om te luisteren. Ja, een podcast, dat dan het beste idee? Of is het dan toch video? Ja, inmiddels is video al zo ongeveer 80% van het hele internetverkeer. En trouwens, dat weet jij ook, je hebt pas echt het gevoel iemand ontmoet te hebben als je niet alleen maar gehoord hebt, maar ook gezien. Video werkt gewoon ontzettend snel, omdat het een complete ervaring is. Ik ben dus eigenlijk helemaal niet zo benieuwd wat het gaat worden, podcast of video. Want ik weet dat video sneller werkt en dat je er meer mensen mee bereikt. Maar podcast is ook heel gaaf, want inderdaad, je hebt er iets minder technisch gedoe mee nodig. En mensen zijn vaak bereid om er heel lang naar te luisteren. 30, 40, 50 minuten, een uur. Podcasts kunnen super lang duren. De meeste video's zijn een stuk korter. Wat ik me altijd afvraag is, hoeveel mensen zijn het dan echt die naar die podcast luisteren? Wie heeft er echt steeds een uur voor over? Dat zijn maar heel weinig mensen. Die tijd heeft lang niet iedereen. Ik snap natuurlijk best dat je elk excuus aangrijpt om geen video's te hoeven maken. Video's maken wordt door heel veel mensen als eng en confronterend gezien. Ze willen geen kritiek krijgen op de video's waar ze zelf in beeld zijn. De meeste mensen die nu al video's maken, die weten dat dat best wel meevalt. Dat je eigenlijk alleen maar positieve reacties krijgt. Als ondernemer heb je niet alleen je eigen vak om uit te oefenen. Je bent ook een beetje mediaproducent. Je moet ook nog schrijven, fotograferen, spreken voor zalen. En dus een beetje met podcast en met video gaan doen. Dat wat je leuk vindt, dat is meestal de allerbeste keuze voor nu. Maar kijk ook naar de toekomst, want hoe word je eigenlijk het beste gevonden op Google bijvoorbeeld? Dat is niet met je podcast, dat is wel met je video op YouTube. Laat het dus niet liggen. Blijf video's maken, ook al heb je nu net heel enthousiast bedacht dat je een podcast gaat doen. Video's werken en een podcast werkt ook. Wat is het wat jij gaat doen? Wat vind jij het allerleukste van deze twee? En van welke ga je meer doen in het komend jaar? Ik wens je daar heel veel plezier bij. Als je meer wilt weten over die hele goede video die je kunt gaan maken, kijk dan even naar de volgende video op dit kanaal. En als je dat nog niet gedaan had, doe ik even een duimpje. Dan schenk ik nog een beetje thee bij. Dag!